Bedankt voor uw medewerking aan onze tabakspreventiecampagne. Het doel van deze actie is rokers en niet-rokers de gevaren van tabak bijbrengen en rokers motiveren om te stoppen. In deze video leggen we u uit hoe u de tabakspreventiekit moet installeren en gebruiken. De kit bevat verschillende activiteiten rond roken en tabak. Stichting tegen Kanker stelt de tabakspreventiekit aan u ter beschikking. We vragen u er zorg voor te dragen en de kit niet onbewaakt achter te laten. De kit wordt aan u geleverd via de logistieke partner van Stichting tegen Kanker. De stichting vraagt dat één persoon de verantwoordelijkheid neemt over de tabakspreventiekit voor de duur van de actie. Als verantwoordelijke draagt u zorg voor de kit vanaf het moment dat deze bij u wordt geleverd. We vragen u aanwezig te zijn tijdens de installatie en het opbergen ervan. Om ervoor te zorgen dat de activiteit goed verloopt, voorziet u het beste de volgende zaken: een overdekte ruimte, voldoende plaats voor het aantal deelnemers, een tafel en een stoel voor de tabakoloog, stoelen voor de deelnemers. Vergeet de aanwezigheid van de tabakoloog niet aan te kondigen via het programma, brochures of affiches, de micro bij aanvang van het evenement. Het is handig als er behalve de tabakoloog ook een vrijwilliger aanwezig is om de deelnemers te verwelkomen en voor enkele praktische zaken. Alleen een tabakoloog of arts mag gepast advies geven over tabak en stoppen met roken. De kit bestaat uit de Bodyscan, een magnetisch bord met daarop verschillende lichaamsdelen. Inbegrepen zijn een driepoot, magneten om op het bord te bevestigen, een beschrijving van de verschillende magneten. Een gebruiksaanwijzing U kunt de bodyscan gebruiken om het publiek te informeren of om een motiverend gesprek of een groepsdiscussie te voeren. Het is tevens een handig hulpmiddel om de verschillende ziekten veroorzaakt door tabak te bespreken en dieper in te gaan op preventie, de verslavingsproblematiek, tabaksgebruik bij jongeren, stoppen met roken enzovoort. Aarzel vooral niet om ook andere nadelen van tabaksgebruik aan te kaarten, de implicaties op financieel vlak, op de omgeving, passief roken enzovoort. De bodyscan is ook online beschikbaar op de site van Tabakstop. Een pot teer. De pot teer komt met een bord met uitleg. Een 3D-paneel met daarop de voornaamste gifstoffen die men terugvindt in een sigaret. Bij dit bord horen een aantal accessoires om ervoor te zetten. Een apparaat om het CO-gehalte te meten. Komt met vervangbare mondstukjes. Merk op. De CO-meter is uitsluitend bedoeld voor rokers of mensen die zijn gestopt met roken. Promotiemateriaal van Tabakstop Tabakstop is een gratis dienst voor mensen die meer willen weten over roken en stoppen met roken. Onze tabakologen zijn bereikbaar via het gratis nummer 0800-111-00. Zij bieden een luisterend oor, informatie en advies, als ook persoonlijke rookstopbegeleiding. Onder bepaalde voorwaarden biedt de dienst ook financiële steun in de vorm van 6 weken terugbetaling van nicotinevervangers. Met hulp verdrievoudigt de kans om succesvol te stoppen met roken. Aarzel niet om het onderwerp stoppen met roken aan te snijden met bezoekers die roken. Hiervoor beschikt u over documentatie en promotiemateriaal van Tabakstop, zoals brochures, kaartjes, potloden en sleutelhangers. Geef de mensen die deelnemen aan de CO-test gerust een van deze gadgets. Indien er gezondheidsprofessionals aanwezig zijn, kunt u hen de brochure Tabakstop uw partner meegeven. Aarzel niet om ook over lokale initiatieven rond stoppen met roken te praten, zoals praatgroepen of tabakologen in de regio. Tot slot adviseren we u om voor het event een kijkje te nemen op www.tabakstop.be. Die site bevat een schat aan informatie over rookverslaving en stoppen met roken, een rubriek met getuigenissen en gratis tools om te stoppen met roken. We danken u voor uw aandacht en wensen u een succesvol evenement.